is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. De snoepers die we hebben gevangen. We hebben de juiste kleur gevonden. En het juiste aasje, de Shetties van Westin. Jullie kennen hem allemaal wel. Dit is de headlight kleur. Heel mooi kleurtje. En we hebben de snoepers nu ook gevonden. Ze liggen allemaal opgestapeld. En meteen bij het afzinken krijg ik al een tik. En toen ging deze mooie snoepers dus. Nou ja, dan. Laat me los. Ik vind hem lekker. Ja. Doe mee jongen, laat me los. Nou, mijn chatty zit niet eens meer gehaakt, maar hij laat hem niet los. Zo. Kijk. Nou, even een foto schieten en dan mag je weer terug. Nou, mag ik deze mooie snoepers weer lekker zwemmen? Toppie, op naar de volgende.
I don't know the reasons. Nou, visje nummer 4. Wederom een prachtige snoepbuis. Centimeter of 35, 40 zoiets. Ja, 40, ja. Allemaal dit formaat vangen we nu, dus we mogen zeker niet klagen. Het zijn nog hele perfecte visjes ook. Ze mankeren niks. Goed sterk ook. Daar ga je een foto van maken. Je mag deze ook weer zwemmen. Boem, onder de boot. Waar? Wow. Snoepbus nummer 5. Mooie aanbeet. Prachtig jongens. Lachen naar de GoPro. Hoppa. Als hij aanstaat. Ja. Zo. Klopt ie? Mag je zwemmen jongens. Altijd catch and release. Met een blaadje op zijn snoet. Chop chop. Het is er wel een. Nou jongens, ik kan deze ook weer zwemmen. Een mooie snoepbaars. Top. Puur natuur, hè? Kunnen we die horizontaal houden nog? Even ondersteunen. Nou jongens, prachtige snoekbaars, snoeiharde aanbeet, centimeter of 55, 60 zoiets. Een prachtig getekende vis weer. Hij is echt lang zoals je ziet. Breed gebouwd ook. Nou, prachtige vis, heel blij mee. Helaas geen medelijden bij me, maar de 55 zal hij zeker halen. Speurderig. Fotootjes zijn geschoten, dan mag ik deze lekker weer zwemmen. Ben je weg, top. Weer een prachtige vis. Weer centimeter of 40. Ja. Kan je toch altijd een hele leuke sport op. Nou, even een fotootje maken. Nou, ik kan nu vrijgelaten worden.
Netflix. We zijn hier in Zunderbelt. Deze keer ben ik met Robert en Dennis. We zijn even de laatste inkoop aan het doen. De vergunning is geregeld. En we zitten nu even in Zunderbelt. Wat een lekkere winkel is dit. Heel tof. We gaan nog even een paar inkopen doen en dan zien we jullie zo aan de waterkant. Tot zo. Eerste snoepbaars van de dag. 44. Hele mooie vis. Heel groot, nou, hij is dus 44 centimeter. Snoeiharde aanbeet. Voel de tik ook goed. Eerste vis van de dag. Het is 20 over 9, dacht ik. Zoiets. Maar lekker begin van de dag. Ja, prachtige snoekbaars. Beetje hetzelfde formaat als wat ik vorige week had. Die jullie ook gezien hebben. Maar met dit formaat mag je zeker niet klagen. Lekker. Het is weer een prachtige vis. Ik zal even een fotootje schieten en dan mag je weer lekker zwemmen. Nou jongens, wat is weer lekker zwemmen. Altijd catch and release. Snoekbars met het plonsje terugzetten, want dan gaan ze meteen diep in. Dan gaat ie. Kijk, weggezien. Jongens, Dennis heeft een dikke bak gevangen. Hij tikte 82 centimeter aan. Een zware vis, man. Ja, hij is echt heel dik. Dikke pens eronder. Ligt best wel leuk. Gelukkig is het geluk met een fluorocarbon onderlijn. 31 onderste. Ja, een beetje geluk gehad, maar oké. Okay. Dat moet je ook hebben op visdag natuurlijk. Zo. Nou, we gaan even een paar fotootjes schieten en dan mag je straks weer lekker terug. Mag je weer terug, jongens. Zo. Oh, wel meteen. Prachtig. En een tijger, man, van de bovenkant. Ja, ziek. Heel dik. Derde visje van de dag. Lekker man. Mag deze weer zwemmen jongens. Snoepbaarsje. Rond de 40 centimeter. Ja, we gaan hem nog even snel meten. Even snel meten. Even kijken. 38 of zo. Ja, zoiets. Nou. 43. 43. Top. 1 centimeter kleiner dan die van mij. Hele mooie vis. Zeker, ja. Dankjewel. Weg is hij alweer. Top. Ik loste net ook een snoek helaas. Ik heb mijn fluorocarbon doorgebeten. Maar je hoort erbij. Kan gebeuren jongens. Dan naar de volgende vis. Visje nummer 4. 40. 40 centimeter precies. Robert's PR. Maar ik kon ook wel snel met 30 centimeter. Ja, daarom. Prachtig. Snoekbaars vang je op onze plaats niet zoveel. Dus nu is volle gegaan om het wel te vangen. En daarvan was er wel. Echt wel. Heel mooi visje, perfect. Compleet genereerd. Shit, ja. Was cool. Even foto's maken en dan kan hij terug. Tot de lees, jongens. Even terug.
Daar gaat ie. Die vond ik te gaan. Top. Op naar visje nummer 5. Visie nummer 5. Klein snoekbaasje van, wat zal het zijn, 40 centimeter. Ik meet hem zo nog wel eventjes. Gevangen op een wat passieve kunsthaasje. Op de mini-tiers van Westin. En deze man wil hebben. Nou, een fotootje maken en dan kan hij weer terug. Prachtig jongens. Doe doe. Hoppa. Let's go. Ongelooflijk kut weer gewoon jongens. En toch nog eentje onder de brug weggetoverd. Prachtig voor in de bek gehaakt. Die kwam echt niet meer los. Prachtig jongens. Kijk, top. Weer zwemmen. 43 centimeter. Prachtige snoepers jongens. Wat een kut weer. Jongens, toch visje nummer 7 dacht ik. Snoekbaars, grootste van de dag, 47 centimeter. Mensen, de dag is wel zit erop. Ja, gelukkig wel. Lange rit dit nou eens. Of tenminste een uurtje lang. Gaan we nog even gezellig wat eten met z'n allen om de dag af te sluiten. Dennis heeft flink gereden. Ja. Dus dan gaan we nog even een pizzaatje halen. En dan was dit het voor 2018 denk ik. En dan zullen we volgend jaar wel weer gaan. En nieuwe video's, nieuw jaar, nieuwe kansen. Absoluut. Nou, bedankt voor het kijken sowieso. Liken, abonneren, delen, zeer gewaardeerd. En het belletje natuurlijk. En dan zien we jullie bij de volgende video. Hoi jongens, later. Later. Het materiaal dat ik deze dag gebruikte was redelijk simpel. Gewoon een klein dropshot hengeltje, 2,10 meter van Predox uit de Koeien serie. Deze dropshot hengel leent zich ook perfect voor het jiggen op snoekbaars. Daaronder heb ik een monotje zitten, het maximaal 3000 serie. Het liefst zo klein mogelijk, maar 1000 vind ik persoonlijk niet fijn. Ik ga tussen de 2000 en 3000 zitten ongeveer. Daarop heb ik een hele simpele gevlochten lijn, 900ste. Ik kies een gevlochten lijn van ongeveer tussen de 600ste en 900ste. Want je vist voornamelijk met jiggen op stromend water. En daarbij moet je denken aan kanalen, rivieren, binnenstad en zo. Er staat meestal wel een stroming. Hoe dikker je lijn, hoe meer stroming je meepakt, zeg maar. En hoe minder controle je hebt over je shed. En dan moet je zwaarder vissen. En zwaarder vissen vind ik nooit fijn. Maar goed, ik gebruik dus 900ste omdat ik wel gewoon makkelijk uit obstakels eventueel wil komen. Want die heb je natuurlijk ook heel veel. Bij rivieren zijn dat de stenen waarin je vast komt te zitten. En bij de binnenstad of zo is dat over het algemeen fietsen. Nou, dan heb ik een voorslagje erop. Een voorslagje van fluorcarbon. 2800ste meter ongeveer. En dat is perfect, vind ik. Liefst zo dun mogelijk, maar ik vind 2800ste vind ik een hele mooie dikte. Kleine speldwartel om makkelijk je kunsthaas te verwisselen. En daaraan de shed. Waar ik hier de chatties en het kunsten zou ik nog wat verder toelichten. Maar deze chat heeft het heel goed gedaan die dag. Nou, op de eerste dag moesten we eigenlijk best wel zoeken welk kunsthaas het beste werkte. We hebben tal van kunsthaas geprobeerd. Dus hier een selectie van Spro, de Gutsbait, de Playboy, Fox Rage, de Zender Pro, de Seven Secure Cannibal Chat, Slick Chat van Fox Rage. En nog de Meaties van Westin. Maar uiteindelijk deed 1A's deed het beste en dat was ook de Shetties van Westin, 9 cm versie. En dan eigenlijk alleen deze twee onderste kleuren, de Headlight en de Lively Roach. En die twee deden het enorm goed. Groen deed niet, wit ook niet, maar alleen die twee kleuren. En de tweede keer toen met Dennis aan Robert was, wisten we dat natuurlijk al.
Dus toen zijn we tentatief overgestapt. En toen wou er ook nog een visje op de mini-teach gevangen worden. En daarop heb ik tevens ook een snoek gelost. Dus het was een beetje gewoon zoeken naar het kunsthuis. Maar uiteindelijk, zodra we het kunsthuis gevonden hadden, toen wou het op zich wel.